de eerste die ik vandaag bezoek. Okay. Van een aantal mensen die ik normaal natuurlijk op het gemeentehuis dan onder valse voorwendselen lok. En dan kwam de verrassing dat het vandaag linkerzijde is. En dat mensen een onderscheiding hebben verdiend in de ogen van anderen. Dus ik vind het wel heel mooi dat ik jou mag melden dat het Zijne Majesteit heeft behaagd. Dus het doet mij heel veel plezier om je te mogen meedelen vandaag dat het Zijne Majesteit heeft behaagd. Dat het Zijne Majesteit heeft behaagd. Dat Zijne Majesteit heeft behaagd. Maar dat het Zijne Majesteit heeft behaagd. Is te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jou, Anita. Naar echt? Ja. Te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik kon me aangedacht, maar serieus. Nee. Maar dat is echt zo leuk. Omdat we niet kunnen uitreiken, mag ook niet. Nee. Er komt een later moment voor in dit jaar. Maar voor nu zou ik je wel graag alvast het bewijs willen overhandigen. Dat als mensen zeggen, joh, ik geloof niet alles wat er in de krant staat. Die geef ik je alvast graag mee. En dan blijven we volgens mij op die veilige afstand. Ja. Dus ik geef je op anderhalve meter afstand zo het estafettestokje door. Dankjewel. Hier het officiële Code Moest Uit. Anderhalve meter. Hè. Daar houden we keurig aan zo. Ja, ja. Ellie. Ja, er zit niet een papiertje. Kijk, zo blijft een mooi wachten, toch? Ja, heel, 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 heel aardig. Ja.